Hoi, ik ben Lise en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Girl with a Pin video. In deze video ga ik dit masker uitproberen en dat is een clay deep pore mask. Dus die is heel goed voor je poriën om die leeg te zuigen. Daar hebben jullie namelijk de vorige keer het meest op gestemd. Heel erg leuk dat jullie zoveel stemmen. En ook deze keer kan je weer stemmen hierboven bij het i'tje. Op wat je de volgende keer wilt zien. Er zijn drie opties. En in de beschrijving staan ook alle drie de plaatjes even gelinkt. Zodat je die ook kan bekijken als je wilt. En ook weer heel erg bedankt voor het sturen van jullie pins. En de ideetjes vind ik heel erg leuk. Ga daar vooral mee door. Want zo kunnen we deze serie oneindig lang maken. Je kan die gewoon sturen via Instagram, Snapchat, Pinterest zelf. Je mag hem ook hier in de reactie achterlaten wat je wilt. En dan vast een duimpje omhoog als je deze serie leuk vindt en benieuwd bent of het masker gaat werken. En vergeet ook niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan natuurlijk. Dan ga ik nu beginnen met de pin. Op de pin staat een afbeelding met een masker die je dan kan brengen die goed is voor je poriën. En als bijschrijving staat er dan niet zo heel veel bij. Oh jawel, 2 ingredients, charcoal en clay. Dus actieve kool en klei. En daarvoor heb ik 2 dingen gehaald. Je kan in Nederland volgens mij niet losse geactiveerde kool kopen. Weet ik niet helemaal zeker. Maar in Norit, dat zijn diarree-remmers. Dus als je aan de scheid bent, kan je dit dus nemen. Dan houdt dat de ontlasting binnen. Om het even netjes te zeggen. En daar zit dus actieve kool in. En dat is dus goed voor je darmen. Maar dus ook voor het leeghalen van je poriën. Daar is actieve kool dan weer goed voor. En ik heb dit kleimasker gekocht bij de tuinen. Een groen kleimasker. Ze hadden verder niks anders. Ik had liever een echt puur klei gehad. Maar dat hadden ze niet, helaas. Dus ik heb nu een groen kleimasker. En kleimaskers zijn ook altijd heel goed voor je poriën. Omdat die wordt dan hard. En dat sluit dan heel even de poriën af. En het schijnt dan heel goed voor je huid te zijn. Dus deze twee ingrediënten zouden dus voor een supermasker moeten zorgen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb nu make-up op, omdat ik gewoon de hele dag al bezig ben. Dus ik ga het even afhalen. En dan ben ik weer bij jullie terug. Mijn make-up is weer af. En zoals je ziet, ziet mijn huid er voor mijn doen heel erg goed uit. Ik heb op het moment op mijn kin wat puisten. Ik moet morgen ongesteld worden. Dan heb ik altijd puisten op mijn kin. En verder, mijn poriën zijn niet heel groot en aanwezig. Maar op mijn neus heb ik wel een paar kleintjes. Daar zit wel eens wat in. Dus ik ben benieuwd wat hij daarmee doet. Dan ga ik nu maar het masker mixen. Ik ben heel benieuwd. Ik ga dus de klei en de Norit in het bakje doen en met elkaar mixen. Ik weet niet precies hoeveel ik nodig heb. Maar ik ga gewoon een beetje kijken tot ik denk dat het goed is. Ik begin sowieso met 1 capsule. Kijken of ik die open krijg. Oh, ja. Oh, er zit best veel in. Kijk, zoveel zit er al in. Ik doe er wat masker bij. Zoiets. Ik denk dat ik er nog 1 bij doe. Ik doe er gewoon 3 bij. Zo, ik wilde even van die streep op mijn wangen doen, maar is niet echt gelukt. Let wel op dat het heel vies wordt, je handen. Mijn handen zijn in ieder geval zwart ervan. En dan is dit het papje. En die ga ik gewoon aanbrengen op mijn gezicht. Het masker zit erop en ik laat het nu gewoon zitten tot het volledig is uitgedroogd. Het masker is helemaal opgedroogd, ik kan niet meer praten. Het is helemaal strak, dus ik ga het even afhalen en ben ik weer bij jullie terug. Zo, daar ben ik weer. En mijn huid voelt wel een beetje droger en trekkerig aan. Dus ik ga er zo even wat dagcreme op doen. Maar mijn poriën zijn nog net zo leeg of vol als dat ze waren. Maar ik heb wel het idee dat mijn huid een stuk schoner is. Dat vind ik wel heel erg fijn. Dus ik denk dat dit masker wel echt een hit is. Die actieve kool, ja, heeft waarschijnlijk wel zijn werk gedaan. Maar dat vind ik moeilijk te zien, omdat mijn poriën niet enorm groot zijn of enorm vol zijn. Maar het geeft wel een heel fijn en fris gevoel. En dat vind ik wel heel erg lekker. Dus dit masker is sowieso het proberen waard. En ik heb even gekeken en met deze combinatie kan je 10 keer een masker maken. Ik doe 3 capsules per keer met een beetje masker. Ik had nu zelfs nog een beetje over. Maar dus je kan best wel vaak ook nog met zo'n masker doen. Dus dat is heel erg fijn. Mocht je dit masker nou ook gaan proberen, stuur me dan vooral een foto via social media. Ik ben heel erg benieuwd hoe die bij jou werkt. Dus laat me dat vooral weten. En dat was deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Vergeet niet te stemmen voor de volgende video. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doeg!